Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Martine Rijmink, wat leuk dat je bij mij komt kijken. Ik heb vandaag een planner review van Heidi Swap. Dit is de Memory Planner, de Monthly. En deze heb ik gekregen op de CHA, op de Creativation heet het tegenwoordig, om te bekijken. En ik heb hem ook nog niet uitgepakt, dus ik ga hem nu met jullie voor het eerst bekijken. Dus hij zit in plastic. Zo. En ik ben heel benieuwd wat voor planner dit is. Want het is een vreemde eend in de bijt op het formaat van de andere planners. Het zit in een mooi plastic hoesje. Dit is de planner. Het ziet eruit als een soort ouderwets plakboek, moet ik zeggen. En er zit een ringband in, een hidden ringband. Hier kan je invullen van wie de planner is. Year at a Glance 2017 en 2018. Dus deze is lichtelijk gedateerd. Dates to Remember. Met allemaal vierkantjes. Januari tot en met december. Het is heel stevig, dik papier. Januari. Nou, hier een heel mooi vierkant. Special Events, Top 3. This Month's Mantra. Feeling About... Dubbele punt, excited, stressed, grateful, happy, frustrated, zelf invullen. Lesson learned, noteworthy. Dus dit is echt al, of je vult het vooraf in of juist niet. Dat kan je kijken. Dit is de maand januari met heel mooi en goud januari. Hij is undated verder, dus je kunt zelf de stickertjes plakken. Er zijn maandstickertjes. Of maandstickertjes, alfabetstickertjes, die in de cirkeltjes passen, in het goud of in het zwart. Dus die kun je zelf invullen. Februari. Oh, dit is het ook echt. Oh, oké. Okay. Februari. En hier zit dan nog een hoes tussen voor foto's. Die zit bij januari dan niet, begrijp ik. Hey. Oh, wat apart, joh. Dus het is echt een beetje een soort mini dagboekje. Wat grappig zeg. Met foto's. Hier gaan 2 3x4's in en 2 4x6. Dus hier maart. Alle kleine dingetjes. April. Mei. Even kijken hoor. Hier is mei. Juni. Juli. Die indeling van de hoesten. Ja, die is altijd hetzelfde. Dus voor de rest is die helemaal hetzelfde overal. Maar echt wel een heel leuk boek om een jaar in bij te houden. Superleuk. Je kan het natuurlijk ook bijvoorbeeld voor een kind doen. Of voor een ouder bijvoorbeeld. Heel erg leuk. November. Heel klassiek is deze. En hier zit nog een hoes erbij. En dat is hem dan. De achterkant heeft bloemetjes. Dus dit is de maand Time Flies. Heel toepasselijk. Het is mooi groen met goud. En een elastiek eromheen. Een maand jaarboek. Ik denk dat je het zo het beste kunt bekijken. Of het ook echt een planner is. Waarom niet? Als je niet heel veel afspraken hebt. Maar wel allemaal een beetje bij wil houden. Is dit denk ik een hele leuke... Om te gebruiken. Dus dit is de Time Flies Planner van Heidi Swap. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vind je dit soort filmpjes leuk om te kijken? Geef hem een thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal. En wie weet geef ik deze wel weg als prijs. Dus hou mijn YouTube in de gaten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.